Dag, kijkers. Van harte welkom bij de notaris. Online een woning zoeken, dat doen we allemaal wel eens, maar een woning online kopen, dat is nog een ander paar mouwen. Notaris Karel Bohein, ja, het kan vanaf nu, hè? Dat klopt. Uh, sinds mei 2018 heeft Vetnot, de beroepsorganisatie van het notariaat, Bidit gelanceerd. En Bidit is een platform waar dus potentiële kopers online een bod kunnen uitbrengen op vastgoed. En als dat bod voldoende hoog is, dan kan er een verkoop tot stand komen. Dat klinkt simpel, maar er gelden wellicht speciale procedures. Hè? Ja, om de panden te bekijken kan eigenlijk iedereen het doen. Maar om effectief een bod uit te brengen, moet je je registreren met je identiteitskaart of met de applicatie It's Me. En de notaris die heeft er ook nog een rol in? Zeker, hij zal eigenlijk het dossier op voorhand helemaal voorbereiden, zodat de kopers goed geïnformeerd zijn. Een bod kunnen uitbrengen. En ook tijdens het biedingsproces is het notariaat, dus ook de medewerkers, beschikbaar om alle vragen te beantwoorden en eventueel problemen te verhelpen. Ja. Zo'n aankoop van een woning online is wel bindend, net zoals in het echt. Ja, dat is wel heel belangrijk. Dus je moet zeker op voorhand het pand gaan bezoeken, dat je goed weet wat je aankoopt. En ook op voorhand je huiswerk maken bij de bank, zodat je je budget kent en niet voor verrassingen komt. Te staan. En wat met de kosten, is dat min of meer hetzelfde? De kosten zijn eigenlijk net dezelfde voor de koper als een gewone verkoop uit de hand. Maar je moet ze wel betalen binnen de vijf dagen. Uh, de koopsom die moet je binnen de zes weken betalen. Dus dat is iets korter dan? Dat is iets sneller. Ja. Mm -hmm. nu, stel ik uh, doe een bod, en dan is er net iemand die nog een beter bod doet uh, voor het een einde loopt. Heb ik dan een kans verkeken of kan je nog tegenbiedingen doen? Nee, zeker niet. Het systeem is daarop voorzien. Dus als de laatste vijf minuten van de biedingsperiode van acht dagen, als er dan nog een bod bijkomt, dan wordt het verlengd telkens met vijf minuten. Tot er geen bod meer wordt uitgebracht. Mm -hmm. Nu, die verlenging geldt enkel voor degenen die al in de eerste periode een bod hebben uitgebracht. Ja. Nu, dan moet ik als... Potentiële koper, het hele systeem wel constant opvolgen, constant op mijn smartphone zitten kijken. Dat is wel een beetje omslachtig lijkt. het me. Maar je hoeft dat niet te doen, want je kan ook een automatische bieding instellen. Dus je stelt dan een maximum plafond in en dan ook de stapjes waarin dat je telkens wilt automatisch bijbieden. Ja, dat klinkt allemaal heel spannend en nieuw, maar er moeten zeker voordelen zijn waarom jullie dit hebben gelanceerd. Zeker en vast. Eigenlijk het grote voordeel voor de verkoper is dat hij op een snelle manier alle potentiële kopers kan samenbrengen, dat hij zelf niet moet onderhandelen en dat hij ook snel over de koopsom kan beschikken. Mm -hmm. En voor de koper is het vooral veel tijdswinst, want hij moet zelf niet onderhandelen met een makelaar of bij de verkoper zelf. En het is ook een heel transparant systeem. Want alle kopers kunnen zien, of alle bieders kunnen zien, wat de biedingen geweest zijn. Dus er kan niets achter de schermen gebeuren. Ja. Ja, dus deze nieuwe vorm van een woning kopen, online, dus dat kan echt in de lift gaan zitten. Ja, zeker en vast. Oké, okay. dankjewel, Notaris Pohe. Zo, dat was het voor deze aflevering over BitTits. Je kan nu voortaan je woning online kopen. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.